Ladies and gentlemen, dames en heren, mesdames, messieurs. Het is zover. Binnen 5 minuten ontvangen we Guido Dumaret, CEO van Punch Corporation. En die gaat het hebben over stap buiten je comfortzone om te overleven. Afspraak nu aan de bar. Bar is open. Dames en heren, mesdames et messieurs, welkom, soyez les bienvenus op de Ideas Battle Arena. Guido Dumaret, geboren in Oostende, einde jaren 50, een babyboomer dus, en met een graduaat automechanica op zak, dacht ik, beroemd bij ondernemers, berucht bij de vakbonden. Call him a predator, a serial entrepreneur, in ieder geval een echte schaakstrateeg met een ongelooflijke timing. Oprichter en CEO van Punch International, waaronder telematics, graphics, plastics, metals, automotive, industrial real estate. Oprichter en CEO van Punch Metals International, en na overname recentelijk van GM Strasbourg, back in business in de powertrains, met 1000 werknemers en 400 miljoen euro zakencijfer. Blij dat hij toch gekomen is, want met hem weet je het eigenlijk maar nooit. Lean en mean, mager en taai, Guido Dumaret, geef de man een warm applaus. Guido, het is aan jou. Dank u. Voor mij is het een thuismatch, hè? Aangenaam. Dank u. Het gaat in feite over comfort. Hetgeen dat mij
Als je op de wereld veel reist, en zit veel in landen als China of in Zuid-Amerika of in India, dan zie je toch dat we een enorm niveau van comfort hebben. Bij ons altijd elektriciteit, lopend water, telecom. Als je je niet goed voelt, ga je naar de spoed, zelfs op zondag. De zondag een warme bakker. Weinig corruptie, relatief weinig. 70 jaar hebben we geen oorlog gehad. Je kunt dat zien. In 1982 had ik een West-Vlaamse ondernemer die zegt, Guido, die wist dat mijn vader gestorven was als ik 3 jaar oud was. En mijn broer en ik wilden een zaak beginnen. En hij zegt, ik ga jullie helpen. Dat was een van de basis business owners. Hij is helaas al enkele jaren overleden, Jean Braam. En het geluk dat ik die mens tegengekomen heb samen met zijn collega Freddy Hiesel, dat was, wij waren zo naïef om te beseffen dat het niet onmogelijk is en daardoor is het gelukt. En dat is iets dat je in feite blijft onthouden. En veel mensen zeggen, ja, dat is gemakkelijk als je kunt starten en je start met iets. En wel, maar de schoonste start is de start met niets. En waarom is de schoonste start de start met niets? Dat is dat je niets kunt verliezen. Het eerste wat je kunt verliezen is je tijd. En als je wilt ondernemer worden, dan mag je absoluut geen schrik hebben. Want schrik is de slechtste raadgever. En wat dat je moet doen, dat is in feite zorgen dat uw welstandsniveau, uw comfortniveau niet te hoog is. Want als uw welstandsniveau te hoog is, dat doodt iedere vorm van initiatief. En dat is hetgene waar dat dus vandaag in Vlaanderen bij heel veel familiale ondernemers die een zeer goed bedrijf hebben, die een heel schone familie hebben, maar die zetten de volgende generatie zodanig onder druk om te zeggen van je moet opletten en je moet opletten en je moet opletten dat je niks verliest, dat ze om den duur niet meer durven ondernemen. En toen ik een kleine jongen was, ik zat op school en dan zag ik, zelfs op de technische school in Boevriestraat in Brugge, dan zag ik al die mensen, kinderen van ondernemers, die in feite een groot bedrijf hadden. En toen dacht ik in mezelf, ik was toen 13, 14 jaar van, en zo moet ik toch ook iets creëren. En dat was in feite de drive. De drive was, ik wil ondernemer worden, ik wil geld verdienen en ik start me niet veel. Quasi me niet. En als je dan naar België kijkt, dan zeg ik van België vandaag, oké, okay, we zijn 0,4% van het BP van de wereld. Dat wil zeggen, 99,6% is buiten België. Dus wat moet je in feite doen om ondernemer te worden? Je moet durf hebben. Je moet durf hebben en je moet zorgen dat je een goede conditie hebt. Want de concurrent zal op een gegeven moment, als hij zo dicht bij u komt, op uw conditie spelen. Als wij onderhandelingen hebben, dan weten we dat de grote bedrijven, wij starten om 8 uur, is morgens vroeg, en de grote komt binnen om 17 uur, wij zijn half moe en als we niet opletten, tegen dat middernacht is ze me gereden. Verstaat? Dus dat zijn allemaal zaken die je moet meemaken om dat allemaal te beseffen. En wat komt het dan op neer? Dat is gezond boerenverstand, een geweldig goed inzicht in cijfers, en een heel goed inzicht in marges. Want tenslotte, als ik naar mijn bedrijven kijk, één ding dat ik altijd in één oogstopslag bekijk, dat is, wat is mijn added value en wat is mijn loonkost? Het moment dat mijn loonkost meer dan de helft is van mijn added value, dan zeg ik tegen mijn managementteam, denk er maar over na, maar in deze case te veel investeren, dat wordt gevaarlijk. En dan, hoe begint je eraan om onderneming te krijgen? Hoe krijg je je eerste onderneming? Als je start van nul, dan is dat leuk. Dan kun je het allemaal zelf doen. Maar dat duurt dat 10 jaar en dat is 10 jaar bij wijze van spreken armoede. En dat is lang. Want de schoonste jaren van je leven gaan voorbij waar je in feite zou moeten kunnen een onderneming leiden. Dus hoe krijg je een onderneming? Dat is in feite, je moet dat verwerven. Je kunt dat natuurlijk doen via een partner. Dat je zegt van ik heb een partner gevonden. Nee, dat is gewoon een onderneming uit van de familie. Maar dan moet je natuurlijk wel heel zijn leven merci zeggen tegen je schoonpapa. Ik weet niet of dat leuk is. Maar als je dat zelf wil verwerven, dan zijn er altijd opportuniteiten. En een van de opportuniteiten is onder andere de opvolgingspolitiek. Papa's met veel kinderen, als ze zeggen we verkopen het en we gaan het niet overgeven voor het risico van de familie. Er zijn ook opportuniteiten waardoor dat er bedrijven zijn met lagere rentabiliteit. Als je vandaag balansen controleert, dan zie je dat de mensen die sinds 2008, 2009 weinig geïnvesteerd hebben, dat zijn ondernemingen die in feite relatief goedkoop worden, omdat de rentabiliteit verlaagd is. Ze hebben weinig afschrijving. En dan kun je zien dat die ondernemingen in feite onder een enorme druk komen. Je kunt ook ondernemingen vinden waar dat er in feite de ondernemer
verouderd is samen met de onderneming. Dat je ziet, van, het zijn allemaal mensen van in de 50 of in de 60. En dus en je komt daar binnen, er zit al weinig dynamiek in. Je ziet dat het een half oud manhuis is. Ze zijn alleen op wachten van wie gaat dat hier komen halen. Hè. Dat zijn dan vaak ondernemingen waar je meestal een strikje bij krijgt. Dan krijg je zo een klein zakje bij. Hè. Maar dus, dat is hetgeen als ondernemer waar je naartoe moet kijken. Als je ondernemer wil worden, van hoe ga ik starten? Hm? Je moet niet kijken waar ga ik geld mee verdienen, maar hoe ga ik starten? Hoe ga ik aan mijn eerste onderneming komen? En vaak, als je een onderneming verwerft en de ondernemer is 4 en die wil hebben dat voor zijn mensen er een goede opvolging is, over het algemeen gaat hij wel een vendorloon geven, waar hij 25% van de overnameprijs wil betalen. En dat je dat op termijn aflost en dan kun je misschien 70% bij de bank gaan halen, dan moet je nog maar 5% op tafel leggen en dan meestal kun je dat nog wel ophoesten. En als je dat dan op een deftige manier doet, eventueel een stuk garantie geven in het vastgoed, dan is die ondernemer over het algemeen wel content en dan is die verzekerd dat het in orde gaat komen. En vaak, als je een onderneming overneemt, en je kunt dat typisch voor België, je kunt dat dan doen met een aandelenovername, dan is dat voor die mensen op gebied van meerwaarde, en je kunt dat goed regelen met vastgoed, is dat voor hem fiscaal nog altijd zeer interessant. Je kunt ook onderneming verwerven door het feit dat er een reorganisatie moet gebeuren met een opsplitsing. Maar al bij al, het is niet onmogelijk om als jonge gast die stilkennis uit, die de motivatie uit, die de moed uit om een onderneming te verwerven. Er zijn vandaag heel veel mensen, België, Benelux, die vandaag 60, 65 jaar zijn en die vandaag geen opvolging hebben en die we niet weten hoe dat het eruit gaat zien binnen 5 jaar. Dus dat is de opportuniteit. Natuurlijk, wat is heel belangrijk, dat is de unieke selling proposition. Als je in een onderneming stapt, moet je een onderneming hebben die vandaag niet zo is, maar die je kunt vormen naar iets wat uniek is. Bijvoorbeeld door hem verticaal verder te integreren, waardoor je meer aan het value in huis haalt. Of door een ander service model, waardoor je meer gaat focussen op spare parts. En je moet zorgen dat je onderneming nooit conjunctureel is, maar structureel. Dat wil zeggen, als iemand anders van u klant is, dat hij dat product dat hij bij u koopt niet zelf maakt. Want als hij dan zijn omzet naar beneden had, gaat hij eerst zijn eigen fabriek vullen en dan erachter komen hij en dan zegt hij Pinocchio's, nee peanuts. Dus een onderneming starten is stappen. Als je 3, 24 jaar zit, ik ben begonnen op 23 jaar, dan start je met een onderneming niet te groot. Een man of 10. Als er een wiel afloopt, dan kun je het nog redden. Dan kun je eventueel nog zelf erin springen. En dan moet je zorgen, achter een jaar of 3, op het moment dat die vruchten komen, dat je kijkt van, wat is mijn volgende stap? En dan zorg je dat er een stroming is, want vandaag zit er geen stroming in ondernemingen in Vlaanderen. Ondernemingen zijn stilstanden, dat is like bij de huizen in Vlaanderen. Ze starten dat huis, ze wonen erin, en ze wonen erin met de familie, en ze wonen erin nadat de kinderen buiten zijn, en ze blijven in dat huis wonen. Dat is slecht voor de markt, en datzelfde met de bedrijven. Bedrijven moeten van hand gaan. Dat wil zeggen, je start met een klein bedrijf, je leert je ondernemerschap, en dan achter 3 jaar, dan kijk je van, oftewel neem ik iemand over met een concurrent, oftewel verkoop ik het, dan ga ik naar iets groters. En dan in 3 stappen, en dan in de 2e stap, dan probeert je buiten je grenzen te gaan, dan kijk je in Europa rond. En dan bij de grotere stap, dan ben je een jaar of 3, 4, 35, dat is het ook ideaal voor de bankiers, dan maak je een laatste stap en dan zorg je dat je internationaal iets te betekenen hebt. En vanaf 150 mensen, als je dan een onderneming hebt, je zit internationaal bezig en je bent zo'n jaar of 3, 4, 45, dan kijk je buiten Europa van waar is mijn groeimarkt? Maar vergeet niet, we praten over een moeilijk economisch klimaat. Dat gaat nog verschillende jaren duren. Maar het is niet omdat Europa het moeilijk heeft, dat de rest van de wereld het moeilijk heeft. De rest van de wereld over het algemeen gaat redelijk goed. Als ik zie wat er vandaag in de luxe wagens verkocht wordt over heel de wereld, dat is gigantisch. Hè? Als je bijvoorbeeld bedrijven bekijkt zoals een Jaguar Land Rover, wat een heel schoon voorbeeld is. Het management dat vandaag in Jaguar Land Rover aan de macht is, dat zijn de mensen die in het jaar 2000... bij BMW allemaal buiten gevlogen zijn omdat ze een verkeerde overname gedaan hebben. En die zodanig gemotiveerd zijn, dat ze zeggen, en wij gaan beter zijn dan BMW. En dat is die drive die vandaag zorgt dat die mensen nu een plan hebben waar dat ze van de kleine 400.000 auto's in 2018 naar 800.000 auto's gaan. En allemaal luxe producten die in Engeland gemaakt worden. En dat is in feite het punt waar ik vandaag zie, oké, de markt heeft het moeilijk. Dat klopt, in Europa met moeilijk, maar er zijn heel veel succesvolle Europese producten die over heel de wereld geliefd zijn. Als jij in China aan een portier van een hotel vraagt aan welke auto zou je van zijn leven willen hebben, dan noemt hij 5 namen, dat zijn 5 Europese brands. Die weet direct wat hij moet zeggen. Dus het is zeer, zeer sterk aanwezig
dat wij in Europa hele goede geïngenieerde producten kunnen maken, maar we moeten die over heel de wereld verkopen. Moest vandaag Mercedes of BMW of Audi met hun grote model moeten leven van de Europese markt, maar ze de fabriek toe doen. Het is allemaal export. Dan in verband met de geschikte onderneming, als je zit in de tweede fase, je kleine onderneming is gepasseerd, we gaan naar een grote onderneming, dan kun je heel veel selecteren uit balanscentrales met evoluties en evaluaties. En je ziet in feite zeer goed, als er de laatste jaren weinig geïnvesteerd is, je kunt dat quasi al zien als je voorbij de fabrieken rijdt, als er weinig geïnvesteerd wordt en als het onkruid een beetje hoger staat en dat een beetje minder geswaaieerd is, in feite, dat is iemand die in feite zijn bedrijf wilt verzilveren of die er vanaf wilt of die geen interesse meer in had. Dus als jonge gast dat je zoiets ziet, kun je daar beter een keer stoppen. Natuurlijk, een ander punt die heel belangrijk is, maar dan natuurlijk, dan kom je al in de derde fase. Dat is, hebt u les geleerd in een kleine onderneming, dan in de middelgrote onderneming en dan kom je bij de grote onderneming. En dan praat je over ondernemingen die in feite zeggen, wij redefiniëren onze focus en dat doen we niet meer zelf en dat doen we niet meer zelf en dat doen we niet meer zelf en die bedrijven worden allemaal verkocht. Om op zulke bedrijven te verwerven, heb je natuurlijk een bedrijf die draait, waar dat je een hele schone structuur hebt, die over het algemeen redelijk lean en mean is, want dat zijn vaak beursgenoteerde bedrijven. En die geven je dan natuurlijk ook van de eerste keer een stap internationaal met een reeks klanten. Dus dan is die eerste stap van dat groter worden is al voor een groot stuk gedaan. En over het algemeen komen die uit een groter netwerk, waar je dus de eerste stap je IT-service volledig een carve-out doet. En waar je in feite dan erachter je eigen accenten gaat leggen. Maar dan natuurlijk, in die derde fase zit je niet meer met iemand die ondernemer is puur sang. Maar dan moet je werkelijk heel je structuur aansturen en moet je in feite managers het bedrijf laten runnen en zijt je zelf de eigenaar die als ondernemer in het directiecomité beslissingen helpt nemen. Maar daar moet je natuurlijk in feite het andere stuk doorlopen. Het is gemakkelijk om te zeggen, ik ben 30 jaar bezig, maar ik heb het ook allemaal moeten leren met vallen en opstaan. En ook, ik moet ook eerlijk zeggen, van al de bedrijven die we overgenomen hebben, en dat is er relatief veel, moet je rekenen dat ongeveer 7 op de 10, die zijn flat, goed, normaal. 1, super. En 2, die sterven. En bij die sterven moet je dan stervensbegeleiding doen en je moet zorgen dat je met je bankiers goed overeenkomt. Want anders kunnen diegenen die sterven, kunnen je bankiers de keel omdraaien. Internationaal. Als je vandaag kijkt, internationaal, moest je natuurlijk een grote, niet-familiale onderneming zijn. Dan zeg je van, oké, de landen zijn rap gekend. Dan praat je over in India, dan praat je over in China, dan praat je over in Brazilië. Als je natuurlijk familiaal geld hebt, dan moet je in feite naar landen gaan waar er een noekje af is. Omdat die landen waar er een noekje af is, dan willen die grote sowieso niet zo graag komen. En dan praat je over een Argentinië. Wij zijn vandaag druk bezig in Argentinië. We willen kopen in de toekomende 6-7 maanden. Waarom? Omdat we weten dat die politiek die vandaag gevoerd wordt, die stopt. Die stopt ergens in oktober 2015. Madame Kirchner zal hoogstwaarschijnlijk wel niet meer zichzelf opvolgen. Dus dat zal iemand zijn van de echelons van Sergio Massa of zo, waar die de president zal worden. En dat zijn dan mensen die gevormd zijn geweest in de structuren, maar die dus heel goed internationaal vernet zijn. En dan praat ik over zeer sterk, Argentinië is sowieso sterk verlinkt met Europa, zeer sterk met Europa. En vergeet ook niet dat Argentinië in feite een van de rijkste landen van Zuid-Amerika is. Als je vandaag kijkt naar de cijfers, dan zou je ervan weglopen. Want als je die inflatie bekijkt, dan is dat een klacht. Hè. Maar dat komt omdat ze in 2001 hun huiswerk niet proper gemaakt hebben. En dan moeten ze nog een beetje allemaal opruimen. Maar zij zitten op energiereserves. En dat zit in de nevens Patagonië, daar in de bodem van Argentinië. Ze zitten op enorme energiereserves. Waardoor dat land in feite enorm rijk is. Alleen, ze moeten internationale hulp krijgen financieel. En dat zal met deze politieke structuur niet gebeuren. Maar wel met de volgende, 8 oktober 2015. En dan is dat een land met 44 miljoen mensen die enorm kan opkomen. En als ik daar rondloop, dan zie ik daar altijd dezelfde Vlaamse bedrijven, die kom ik altijd tegen bij de boodschappen. Dat zijn de ondernemers die hier een klein beetje meer de kop erboven komen, die kom ik er allemaal tegen. Die zijn zo die pionieren, die weten het is een hoeksknaf, maar die echt de moed hebben om dat te doen. Een ander punt is bijvoorbeeld Rusland, moeilijk land, een beetje corrupt. Maar aan de andere kant is het wel zo dat de politiek vandaag aan kleinere internationale bedrijven zeer gemakkelijk middelen ter beschikking stelt. Ze hebben nu weer een nieuwe pot gecreëerd van $640 miljoen voor bedrijven die dus, ik zeg maar wat, in de maakindustrie iets te betekenen kunnen hebben. En zij kunnen er nog een beetje bij sturen op het gebied van anti-dumping systemen en import duties. Als jij specialist bent in Europa, dat je daar ook
gemakkelijk kunt een vestiging starten met een relatief eenvoudige manier van financiering. Het klapt niet over klein bedrijf, het klapt over middelgroot of grote bedrijf. Maar dus niet echt supergroot. Dat is een ander punt waar wij zelf ook naar kijken. Dat is, we zijn in 1991 zijn we al aangevangen in China. Eerst via Hongkong, dan naar China, Shenzhen en dan naar Nanjing. In Nanjing hebben we de twee fabrieken gebouwd. En waar wij nu naar kijken, dat is in feite naar Mongolië. Omdat je in Mongolië een zeer goede hulp van investeerders, zowel van Rusland als van China. Dus dat zijn zo'n beetje, als je zegt van, ik wil het verschil maken, dan zeg ik van, je start in België, het uw eigen taal, het uw eigen cultuur, je zorgt dat je verticaal een beetje meer integreert of iets breder gaat, en je basis, je geeft het aan een goede management, en je zorgt dat je voor de rest een internationaal opbouwt. Want hier is het moeilijker, het is flat, de groei is eruit, maar het feit dat je dat kan hergebruiken in andere plaatsen in de wereld, dan kan je in feite toch zorgen dat die balans snel aangroeit. De basics, ja, dat is mijn idee. Ik werk graag voor klanten die in hun segment A1 zijn, die sterk zijn, die financieel sterk zijn. Ik zorg voor een voldoende recurrent inkomstenstroom. Mijn recurrent inkomstenstroom moet bijvoorbeeld mijn 135 mensen in de ontwikkeling kunnen betalen. Dat is een basic. Ik probeer dat. Soms lukt dat een keer niet, maar dan verkopen we wat engineeringwerk, maar over het algemeen lukt dat redelijk. En al de prijzen zijn aangepast variabel aan volumes. Als mijn seriegroottes, want anders ga je werkkapitaal opblazen, als je seriegroottes vermindert, moeten de stukprijzen naar boven. En met de banken, ik probeer met de banken een zeer open communicatie te hebben. Mijn banken zijn niet altijd mijn grootste vrienden geweest, ik weet dat, zij zal het ook wel zeggen. Maar aan de andere kant, we kunnen nog altijd goed, zeer goed samen door de deur. En met mijn personeel, ik steek daar heel veel tijd in. Dat is iets wat voor mij heel belangrijk is, want de kennis zit niet bij mij, maar bij mijn personeel. En voor hem is het heel belangrijk dat al die mensen die zoeken een bepaalde vorm van zekerheid. Die willen een bedrijf hebben dat binnen 5 jaar er nog is, dat binnen 10 jaar er nog is. En zij moeten gewoon een plan hebben van wat gaan wij doen binnen 5 jaar? Hoe gaan wij geld verdienen binnen 5 jaar? Wie zijn onze klanten binnen 5 jaar? En dat is voor heel belangrijk. En ja, een goede raad voor allemaal. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. He? Dus in de wereld, we zitten allemaal naar hetzelfde te kijken. Die Indiër, die denkt ook lekker. Die Chinees denkt ook lekker. He? Wij zijn hier zeer verwend. We moeten uit dat comfort stappen. We moeten terug naar de basics. We moeten durven onze valies te pakken. En we moeten durven de wereld rond te gaan, lekker een missionaris. Dat is de enigste methode. He? En ik wens dat voor al de mensen. Als ik mijn team rondom mij kijk, zeg ik, wat is heel belangrijk, dat is, ik zoek geen kopie van mezelf. Ik zoek gelijkgestemden, waar de levenswaardes ongeveer overeenstemmen. En wat dat heel belangrijk is dat die mensen moeten niet te slim, of dat is allemaal, daar gaat niet over. Wat dat belangrijk is, dat ze zich aanpassen aan een nieuwe situatie. Dat ze zich heel snel aanpassen, zonder grote weerstand, in groep aan een nieuwe situatie. En ook als we in een meeting zitten, dan mogen ze bekvechten, ze mogen ruzie maken, maar als we naar buiten komen in een consensus, is de consensus uit te voeren zonder discussie. He? Geen cultuur van achterkamergesprekken en al die andere zeven. En wat heel belangrijk is op het einde, dat is dat ze gedragen worden door een hele sterke familie thuis en dat ze stressbestendig zijn. Want anders houden ze het niet vol. In de directie bij ons is het overal zo dat ze 4-ogen-principe hebben. 1 is verantwoordelijk voor alles wat de commercie is met de productie en iemand anders is verantwoordelijk voor al de centen en de IT en het human resource beleid. Dat is 4-ogen-principe en die moeten altijd samen door de deur. Als je een nieuw project hebt, dan zeg ik altijd, zeg me hoe dat het busje eruit ziet. Dus hoeveel zitplaatsen hebben we? Wat zijn de functies? Hoe vullen we ze in? Wat ik ook geleerd heb, internationaal, dat we veel werken met mensen zoals in Nederland de statuut is ZZP. Dat is zelfstandige zonder personeel. In Nederland lachen ze er soms mee, zelfstandige zonder plan, maar dat is niet waar. Zelfstandige zonder personeel, mensen die dan internationaal voor jou werken op een soort zelfstandige basis, dat zijn mensen die in feite wel meelopen in de organisatie, maar echt de droom hebben om op een gegeven moment zelf ondernemer te worden. Dat is een beetje de grote lijn van hetgeen dat ik wil zeggen. En bij mij, tegenspraak zie ik altijd als een manier hoe dat mensen verantwoordelijkheid nemen. Nooit als een commentaar of een aanval. Anders hou je het niet vol. Ik wil nog gewoon een keer een paar slides doen. Ja, dat is een zaak dat we maken. Ja, dat is een systeem dat wij ontwikkeld hebben.
Ik heb dat ontwikkeld. Ik zat op een gegeven moment in de melkrobotenindustrie. Ik heb dat dan verkocht aan Westfalia Search. En de Vlaamse regering, of de Europese parlement, heeft op een gegeven moment de wet ingevoerd dat de verpakking van bier niet meer mag wegen dan 18 kilo. Dus wij zijn daarmee begonnen. Wij rollen dat uit in verschillende landen. Vandaag hebben we wel een klantenrelatie met Heineken. Dus die worden gevuld met tankwagens. Dat is een beetje, dat is dus bier niet meer in flesjes of in vaten, maar dat wordt gevuld in tankwagens. En dat zijn dus vaten van 250 en 500 liter. Gewoon een innovatief systeem. Dat is een systeem dat ik ontwikkeld heb. Dan leg je, dus daarboven staat er op temperatuur van de winkel 3 graden. Je legt dat erin en 2 seconden later is datzelfde product daar. Iedereen denkt dat is een supercooler, maar dat is geen waar. Er zit een tourel in van 160 producten met barcode-lasers. En wat in feite de truc is, dat de energiekosten dat ons systeem dan ontwikkeld en 85% lager is door het feit dat het een gesloten systeem is in combinatie met die open frigo's. Die open frigo's is zo dat tegenwoordig de grote supermarkten die factureren de energie aan de drankenindustrie. Als zij willen drank hebben op de direct drinktemperatuur, dan moeten ze daarvoor betalen. Dat is een product dat wij ontwikkeld hebben. Die loopt momenteel in beta-test in verschillende plaatsen in Europa. Niet belangrijk. Dat is mijn trots. Dat is mijn eerste grote fabriek dat ik gekocht heb. Ik heb die gekocht in december 2012. 1000 mensen. We investeren dan momenteel 153 miljoen. We vangen aan in week 20 met de eerste producties van de 8 versnellingsbak volgende generatie. Momenteel maken we ongeveer 1250 versnellingsbakken per dag. Uit deze fabriek moet er in 2018 meer dan 2500 versnellingsbakken komen per dag. Ontwikkelingscentrum. Dat is hier die hal die ze momenteel aan het installeren zijn. Ja. Dus ieder jaar doe ik met al mijn mensen in mijn fabrieken een samenkomst. Dat is groepjes van 150 man. Een uur en een half. Dan hebben we zo een soort... laten we zeggen, een kleine winkel georganiseerd, waar dat al de afdelingen bij ons, IT, human resource, ontwikkeling, dat ze allemaal in feite zeggen waar ze mee bezig zijn, dat al de medewerkers weten, als er een in de productie rondloopt, wat doet die mens? Wat doet die mens bij ons? Verstaat? En dat ze elkaar niet kennen, omdat in een grotere onderneming, als je met 3 shiften werkt, is het toch moeilijk dat bepaalde mensen elkaar niet kennen, en als ze dan in elkaar zien, dat ze weten waar dat die verantwoordelijk voor is. Dat zijn de voertuigen vandaag waar wij in zitten. En dan dat komen dus in de toekomst alle Alfa Romeo voertuigen bij vanaf 2016 met rear-wheel drive. Hey, dat is een nieuw concept op basis van een low-cost Maserati Shelby. En dan de 3 en de 5 serie van BMW met dieselmotoren, 4 cilinders. En dat is hetgene wat we vandaag leveren. Dat wordt een deel gemaakt in, dat bovenste wordt gemaakt in Brazilië, Thailand en in de States. Camaro wordt gemaakt in Canada. De ATS, de CTS wordt gemaakt in Lansing, in de States. Die onderste wordt gemaakt, dat is een Tata-product dat gemaakt wordt in India. Dat is een ATS en nog een 3-serie van BMW. Dat is mijn product. Dank u. Guido, de man van de versnellingsbakken. Hij eindigt en begint altijd in de versnellingsbakken. We hebben hier in een versneld tempo, laat het mij maar zo stellen, op het tempo van Guido Dumaré, een manual gekregen hoe dat je een klein bedrijf, een middengroot bedrijf, een groot bedrijf opstart of overneemt. Het is mij gelijk. Ja. Een van de belangrijkste lessen, buiten het feit dat ik vanaf nu andere frigo's moet gebruiken om mijn drank te koelen, ja, is vooral dat als ik nu morgen naar de firma ga, het eerste wat ik ga doen is mijn gras afrijden op de oprit. Ja, zullen we zeker doen. Of, ik ga je zelfs even wat vertellen. Als ik mensen aantrek die een belangrijke functie hebben bij mij, dan passeer ik daar gewoon waar ze wonen. En als dat er allemaal picobello is, dan is dat voor mij al heel rustig. Verstaan? Voilà, this is very comforting. Treed uit je comfortzone. Heeft de man dat goed gedaan? Zijn we ervan overtuigd dat hij het goed gedaan heeft? Dan vind ik dat u hem ook een heel hartelijk applaus mag geven. Dank u. Guido, dank u. Gefeliciteerd. En ik heb nog een kleine attentie voor u genomen. Voilà. Voor mensen die hoesting hebben en als Guido nog in zijn snel tempo nog 5 minuutjes tijd heeft, kunnen we nog nabarrelen, want de bar is uiteraard terug open. Dank u.